Maar ik ga gewoon de mic droppen. Als ik het gewicht heb gedragen, dan moet hij allemaal heel schoon worden, dat weet je nog niet. Daarna, het tweede gedeelte van deze avond is vrij muzikaal. Er is namelijk een band, wat niet helemaal de bedoeling is, sorry Robert, ik krijg straks applaus. En ik geef ook kusjes van mij, als er een concert is. Nog meer hip-hop. Dus dan kunnen we straks, als je denkt, wow, het van mij dropt en je hebt geen zin om straks te zitten terwijl muziek er is, dan kan je ook je stoel even op elkaar stapelen. Ze stapelen vrij makkelijk op elkaar. Het volgende gedicht wil ik graag opdragen aan Benjamin Netanyahu en de ING. Beseffen we dat ze 6,5 miljard investeren, die ING, in kolonialisten in de westelijke Jordaanoever. En die shit is niet veel groter dan Utrecht. En 6,5 miljard is 650.000 miljoen. En voor je eigen gedachten is best wel veel troekoe. Dus dat. Het gedicht heet Moordenaar. En het is geen gedicht, er hoort een punkband bij, maar die zijn in Paradiso, dus dat moet ik niet meer doen. Ik heb een ING-pas. Ik ben een moordenaar. Ik snuif alleen maar witte was, ik ben een moordenaar. En als ik met de trein ga, ben ik een moordenaar. En als ik in de file sta, ben ik een moordenaar. Broer, ik eet graag kaas. Ik ben een moordenaar. We doen avocado in de sla, we zijn moordenaars. Bro, we eten foie gras. Wij zijn moordenaars. We betalen belasting aan de Nederlandse staat. En het zijn moorden in verre oorden en dat maakt het echt veel minder storend, maar het zijn nog steeds moorden. Kijk, je hebt een smartphone, dat maakt je een moordenaar. Je hebt fast fashion aan, dat maakt jou een moordenaar. En dat schildpadden sterven in de oceaan. Het is onaangenaam, maar je doet er niks aan. Dus ik heb een moordbaas. Die is echt heel aardig. Ik heb een moedermoordenaar en een moordenaarvader. En we kunnen best over veel dingen praten, het moordenaarschap er buiten laten. En het zijn moorden. In verre oorden. En dat maakt het minder storend, maar het zijn nog steeds moorden. Het zijn nog steeds moorden. Je hebt 10 minuten pauze. Ja.